Ik start 's ochtends vroeg, zodra het licht genoeg is. Met oosten. En dat kan soms de hele dag duren, net hoe druk het is. Ik heb me gericht met mijn broer samen op alleen bloemkool. Al jaren gewoon ietsje meer. En nu zit ik wel op het punt dat ik zeg van, nou wordt het wel eens wat. Het is wel mooi. Het is wel mooi werk. Je moet eens weten hoe een plant groeit en waarom het zo is. Waarom groeit een bloemkool snel als het warm is? Omdat het zich lekker voelt op dat moment. Maar ja, het weer gooit vaak weer geroet in het eten. Al kijk je naar de plant, dan kun je een hele hoop dingen lezen. Dat hij iets tekort heeft of hij voelt zich goed. Als hij tekort water heeft, dan oogt hij wat slap of hij heeft geen mooie kleur. Maar alles weet je nooit. Het is een product dat groeit buiten en weervoorspellingen. Met 5 dagen, dan houdt de zekerheid toch al een beetje op. Ik ken bijvoorbeeld 100 mm watervallen, wat niet goed voorspeld is. En dan valt alles weer anders dan dat je zelf had gedacht. Dan moet je weer gewoon even kijken hoe de toestand op dat moment is en weer bijsturen. Als natuurlijk alles onder water staat, is dat helemaal blank. Dan is het natuurlijk niet veel redden. Maar ik heb meestal genoeg andere velden die je wel goed bijstaan.